het ons in het plezier. Nog één keer, je bent nog de kop, de centen zingen al wie nog op. Dat overbeurde laatste keer, en geen idee als tegenhield. Wist het op de beet meer geeft, dat overbeurde laatste keer. Het is altijd even winnen, zo met de carnaval. De tekstjes zitten netjes, nog weer niet stomme kal. Maar als we dan nog stom zijn, dan komen we weer goed los. Wie later op de oven, wie zonder het gros. Dan over we de laatste keer, we storten ons in het plezier. Nog één keer. De centen zijn al wie nog. Dan over voor de laatste keer. En geen idee als tegenhield. Wist het tot het niet meer weet. Dan over voor de laatste keer.
historische dag vandaag, want het is de laatste keer dat de burgemeester van ik weet de Helje de macht kan overdragen aan de prinsen, de zes prinsen van de Durper van de gemeente Helje. Maar eerst natuurlijk beginnen we met het voorstellen van de burgemeester en van de wethouder, want Rine Jansen, ja, de is er weer, maar de is er altijd. De andere twee wethouders, die kosten vandaag helaas niet. Peter Fleuren is er niet en ook wethouder Raf Jansen heeft zich verschuldigd. Misschien voelt het een beetje nadigheid van volgend jaar, we weten het niet. Rine is er, maar de burgemeester. Burgemeester Matvestjes, heeft iemand tegen zien? Niet? De meertjes, dit is het gemeentehuis van Helje. Gaf de burgemeester maar een stukje allemaal, hè? En stukje. Eens kijken of dat ze al succes hebben gehad. Ik zocht er wel een paar binnen en ik zocht er langs de ramen komen. Maar Rien is nog steeds geen burgemeester? Nee, dat is jou gehoord. Maar hij weet wel dat er vandaag de machtsoverdracht plaatsvindt. Oké, okay, dus ze zoeken even weer. Ik heb je de sleutel gezien. Hier van de sleutel. Ik zie allemaal dat berietjes, maar ik zie geen burgemeester. Waar is dat? Het is nog te merken. Pas op, ja. Het is nog te merken. Burgemeester, wil je dat zomaar afgeven? Ja. Ja? Dan moeten de prinsen wel gaan veronderen, of niet? Dat denk ik. Je moet er nog veel van doen. Je moet er nog heel veel van doen. Nou, prinsen, is je met je voorbereid hier, hè? En ik zal ze straks hebben wat vragen. Ze kregen vragen zo meteen, hè? Ja? We zien meteen. Wil je wel al met de sleutel naar boven komen? Hebben we dat gehad? Daar komen we. Neem je dan verdienen dat moment? Zien we de burgemeester heeft nog honger. Ram, kan er even een stukje spelen voor het einde van dit vakantie. Even zijn er dan minuutjes vroegen. Waar loog je verstopt? In zijn eigen kamer. In zijn eigen kamer. Hij heeft het niet makkelijk gemaakt. Weet niet. Zoekt hij achter het bureau in de kast? Volg maar alles mee. Hij sliep nog, werd gezegd. Burgemeester, makkelijk gevonden? Nou, ze gingen alle kantjes doen. Maar ik had me verstopt, maar ik dacht niet dat ze mijn kantoor kosten vinden. Ja, maar ze van de sleutel heb ik snel verhooien, hè? Inderdaad, ze hadden het gauw gevonden. Gelukkig dat ze het gevonden hebben, want je gods meteen, tenminste als het goed is, want de prins hebben zich veel moeten bereiden, de macht overdragen aan de zes prinsen van de kerkdorp van ja, de gemeente Helje, de laatste dag van de gemeente Helje. Dat is inderdaad, en dat zal zeer moeilijk worden van de prinsen, want ze zullen een examen moeten afleggen. Bij geen slagen krijgen ze geen sleutel en geen de vaste oven in dat kerkdorp niet door. Ai, 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 ai. Heb je het gehoord, dames en heren? Ja, ja, gewoon de lachen nog wel, maar we zullen het op zo meteen zien. Eerst komen we natuurlijk in een prachtige optocht naar Dok 6. We werden begeleid door verschillende muzikanten. Ik zal het even opnemen. Ik heb net Ram al gehuurd. De familie Kabaal. Die stonden net achter te spelen. Het Rebels Kapelke heb ik gezien. Mingelmoes. De Graaskneuzers. Het Strutje. De Dorstnegels. Bejijgerad. Hofkapel Kunningslust. Akkigezaan. Die moesten dat ze op de liefst doen. En het kost erger. Hey! We gaan ons nou opstellen in de stoet. En we vertrekken nu naar Dok 6.
waar de officiële machtsoverdracht gaat plaatsvinden.
Kom maar vuur op de kant hier aan hier, hè? Ja, moeten we even wachten of zeggen we... We moeten maar beginnen met de vaste loop. Ja, even wel dat, we kunnen hier wachten. Welkom in ook 6. Mingelmoes samen met de Doosvliegers hebben al gespeeld. Een goede combinatie, dames. Ja, goed, klinkt het goed hier, hè? Het is gezellig vooral. Oké, we zullen zo meteen nog hel nodig hebben. Dat is de andere Duxkapelle. En natuurlijk alle vastvolgersvuren van de gemeente Helje. Alle vastvolgersverenigingen. We hebben ook artiesten heen. Zo meteen Dreker Niks, Oet Wieringen. Die komen voor ons zingen. En natuurlijk, de belangrijkste man is vandaag ook aanwezig. Want hij gaat de sleutels overdragen aan de prinsen. Tenminste, als ze zich over hun taak kwijten of kwijt in de muur zetten. Dat ze de taak goed vervullen in ieder geval. Zo langzaam stroomt het naar binnen. Ik denk toch maar dat we gaan beginnen, want dan halen we een paar mensen het podium op. Komt er geen route in de zaal ook en dan gaan we met het officiële gedeelte van start. Zo meteen gaan we het Limburgs volkslied zingen, samen met Willem er aan beginnen. Voor ik dan eerst even aan de buurtmars, kijken of dat het gemengd kapelletje van Mingelmoes en de Doosvliegers klaar zien van de buurtmars spelen. En het college, in dit geval de burgemeester van Vesjes en wethouder Dimitians en de Mietsenpijlers, om hier Spijs de boven te roepen. En ook Dreker Niks met Beringen komt ook naar boven dan. Ik tel inmiddels 1, 2, 3, 4, 5, 6 prinsenmutsen. Dat wil zeggen dat de belangrijkste binnenzien, ja, einde hier ongeveer, want dat is de borst van Beringen. Dat telt even niet nou, hè. Als tekst er al boven roept. Ik kijk even naar de Joekskapel, links tegen mij. Ja, de volgende nou de Pietermars en even een applaus voor de artiesten van vanmiddag. Dreker Niks met Beringen en voor burgemeester Mart Vesjes en wethouder Dimitri Schansen en de gemeentesecretaris. Kom maar naar boven. En de vrouw van de burgemeester natuurlijk, alsjeblieft. Kom maar. En wie te zien wat groter had? Helemaal niet, want ik weet zeker dat ze al die moeilijke vragen toch niet kunnen beantwoorden, dan had ik de sleutel zelf. Oké, okay, nou, we zien een paar prinsen dingen van dat zullen we wel eens zien. Hier van Dreker Niks, heb je goed dingen gestudeerd, Frans? Ja, we hebben er alles aan gedaan, dus je gewoon mogen te brengen. We doen het best. We beginnen met de Limburgs volkslied, kent ze dat niet? Limburgs volkslied? Ja, dat ken je in de klas van met al je chance. Normaal heb je altijd een tekst bij je, geen Limburgs volkslied? Dat hebben we voorkomen, Frans. Ik heb het zelf wel gaan moeten doen. Als Frans het goed kan wel. Aan het Limburgs op zijn hoofd. Oh, we gaan beginnen met het Limburgs volkslied, dames en heren. Officieel de start van deze machtsoverdracht. De laatste machtsoverdracht van de gemeente Helje. Want volgend jaar burgemeester is het niemand in de Helje. Nou, we doen het toch wel een hing in Panningen. Wie zegt het? Brief in Panningen, wat die van Kessel ook zeggen. Wat die van Kessel ook zeggen, oké. Okay. Kijk, applaus, Edel Kessel, maar klaar van Limburgs volkslied, dan gaan we. Start maar. No!
samen met Willemoes. Gepsel huurt de heren Henk, John en Frans van Drinkerlings, Koen Beringen. Ze verzorgen vanmiddag ook een paar liedjes heen op deze marsonderdracht. En we gaan weer met een stukje van onszelf. Ik weet niet wie het Frans, wie het volgende nummer? Volgens mij is het Helgens Brood. En als het goed is, zien de teksten van in de zaal. Ja. Helgens Brood is in de rij de teksten van Helgens Brood. Twee nog meer, de rest allemaal wel. Nou, niet te duur, maar ik zal dus dichter bij Koep Pet Drij wel in de rij voorzien is van een tekst. We hebben net die tekst geschreven op wat Robert Stakel zei, dit historische moment, de allerlaatste marsoverdracht van de gemeente Helden. En daarom is het Helgens Brood. Als de klokken durken terug, hij begint te kriebelen en de maakt alaaf. We kieken goeie zin. De elfde van de elfde, alle stukken binnen graag. Het is pas het begin. En even later is de nieuwe prins weer aan de beurt. We geurt al heel veel kaas. Door de vrienden zoeken woord. Nog vriendje op de spoor. En stapjes met de viool en maas. Als die vrije dag weer. Ze was te roven, is gewoon weer binnengekomen. Dat ging ze alleen maar in voor het helje. De was te roven is nummer 1. Wat heeft gebeurd, Suze Marcelje? Wanneer de wijn heeft hij haar heen? Als die vrijdag weer beginnen, ook zo net als Jostalte. Een delegatie van de roodgebotte witte stoom. Alaaf, dat is een schoon gezicht. Er is toch een prestatie, een gezoeken op de grond. Het is ook wel verplicht. Dan stel je het dan doen, want die prinsen weg te zien. Dat was altijd weer schoon. Ik heb ze naar mij om niet helaas, maar vestjes is er nog de baas. Bij slanken zitten viel en maas. Als die vrijdag weer begint, en met ome, komt ze het oskuurde dood. Want de helje ze was te roven, is groen weer binnengekomen. Dat ging ze alleen maar in voor het helje. De laste loven is nummer 1. Wat heet je wil, Suze Marcelje? Wanneer de wijn heeft hij haar heen? Als die vrijdag weer beginnen, komt voor de mest los helje dood. Die kleuren van de wet gooi op die kleuren aan. Zijn arme schaken piek. En moet je dan weer dansen met die schoenen en mens van Jansen? Het zal wel afgezien. De buiten is de dagen de geel de man. Jo, de prinsen weer de baas. De heiden overwacht is net de mars overwacht. Als wat de zee. Don't worry.
Overdracht naar burgemeester gezag dan te geuren, het was geen een lekker idee, hoor. Absoluut niet, want we hebben wat te vergeven. Want dat is de letter die het net wat te vergeven hebben, dus we hebben de moeilijkheidsgraad toch moeten verheugen. Ik heb het prachtig gemaakt, maar dat is toch achter ons kieken. Jongens, wat prachtig, hè? Ja, ja, ja. En wat een schoenen prinsen. En ik ga onze eindvrij naar boven roepen. We beginnen als eerste, voor spreken zet de prins de kunstlust. Ja, met de dansprietjes voorop. En natuurlijk een debutemars voor Prins Chris uit Kunningslust van de... Wat? Van de Broekhuis, ja, van de Broekhuis. En Prins Chris doet een klein stukje dichterbij bij de burgemeester. Best wel klaar, hè? Ja, ik ben wel heel klaar. Ik ben niet zo zeer als ik klaar ben. Zwaar de dag, allemaal, Chris? Ja, veel van mij eigenlijk. Ik ben nog jong, dus ik ben redelijk goed klaar. Dames en heren, we meteen de jongste de route en de meeste hebben. De mochte burgemeester. Van start door met de proclamatie. De proclamatie van Prins Chris de Eerste van de Broekhuizen. Prins Chris de Eerste van de Broekhuizen huurt ze deze dag zeer zeker niet kieven. Hij mag van papa man met vaste oven extra lang opleven. Normaal lezen ze hem nog een verhaaltje voor van Winnie de Pooh. Maar nou hoeft hij dus niet zo vroeg op de oven als in petje toe. Chris is ter einde die het qua jeugdigheid makkelijk van de andere prinsen haalt. En ook de enige van de zes die van zijn studiefinanciering rondjes betaalt. Hij zit op de TU en dan mogen ze zeggen, deze prins is heel zeker niet dom. Al zorgt hij bij de drumband niet voor de finesse, hij speelt de dikke trom. Deze studiebol heeft meer interesse in lezen dan in een leuke vriendin. Dat vinden wij mannen logisch, omdat hij een boek wel begrepen kan. Geluid maar dat hij hier met vaste oven lekker lang blief plekken. Dat duidt hij met de rood van de Broekhuizen en met zijn vriendenclub de dorpsgekken. Door haalt hij altijd met de wagens in de optocht de eerste prijs met. Eigenlijk is het voor hem jammer dat hij dit jaar op de prinsenwagen zit. Wim denkt dat ze hem door dit jaar flink missen, hij het waarschijnlijk mis. Omdat deze hoogheid volgens de wagenbouwers eigenlijk liever lui is dan mug. Hij voetbalt in het eerste van Koningslust. Zijn rechterbeen beter als zijn linker. Pas echt op dreef is hij in de derde helft
dan is Christ de absolute oerbleker. Verder duidt hij heer eten, kiep, verke, koe, maar ook wel eens een heesje. En beer omschrijft hij analytisch als een glaas koppie in een glaasje. Prins Chris is degene met de meest jeugdige snoet. En daarom, met vaste ogen, komen we er al echt op moed. Samen feesten in de nieuwe Broekhuizen Koet. En Chris, eerste reactie net verkocht. Ik vond het een zeer schoon verhaal, moet ik zeggen. Maar de beste nog niet, want de burgemeester heeft aangekondigd. Ik heb nog twee hele moeilijke vragen. En afhankelijk daarvan, van die antwoord, wil de burgemeester sleutel geven. Dus we zien beneden. Laat de vragen maar komen, burgemeester. Beste Chris, waarom best ik de beste prins deze in het dorp gehad hebben? Prins zien, dat zit bij ons eigenlijk in de familie. We hebben al heel veel prinsen in de familie gehad. En ook dit jaar hebben we al verschillende prinsen in de familie. Ook werd onze pap al jaren genoemd dat hij de nieuwe prins wordt van de Broekhuizen. Want hij geeft altijd voorop, hij zingt altijd als hardste. Maar hij heeft één groot nadeel. Hij hoort dat meestal maar één dag voor. Daar is ze hem de ganse dag niet meer. Dus toen kwamen ze maar bij de jonge versie. Dus toen hebben ze mij gevraagd en ik ben nog jong. Ik hoor dat nog makkelijk voor. En op mijn eigen receptie word ik al vergeleken met Christus. En denk als ook water en wien veranderen. Dus dan kunnen we deze vaste avond hartstikke goed. Ik wil er nog één vraag bij voegen. Van welk Chris, van welk Angerhelgisdorp zou ze ook geen prins willen zien? Dat is een gemeene vraag, vind ik. Maar om heel eerlijk te zien, wil ik van geen één Angerhelgisdorp prins zien. Want ik ben in de Broekhuizen, zo ben ik geboren en zo blijf ik ook verder leven. En ik vind het jammer voor die andere verenigingen dat ik dat moet zeggen. Ik kan er ook verder niks aan doen, want ja, als Nederlander wil ze ook kennen Duitser werden. Ik vraag van het verdient niet, toch? Dank je, Chris. Dat is een heel schoon om te rekenen. De beste werk van het glansgeslacht. Proficiat. De eerste de oorkonde. En hier geef ik de sleutel met de medaille. En even de muziek aan het moment zo doen. Drie keer niks. Zo, alsjeblieft, Chris. En veel succes! Ik ben zelf zo lang te kant, door zo'n meer als mijn stad, hoe je geel weder. In stad, hoe je geel zien. Geef me door een mesleutel. Begieren voor mij uit me zien. Geef me nog een mesleutel. Een prins van kunstjes te zien. Applaus! Prins Chris heeft een andere prins wel erg moedig gemaakt, burgemeester. Wil ze even aanschuiven? Neem het allemaal met die pet, dat is burgemeester. Sorry. Lopende burgemeester, we hebben al een kans. Toekomstige burgemeester, sorry. Vliegt draaien nog in het nieuwe rijden. Aandacht, nou, voor de volgende prins in de regen. De Gemmel is in storm. Hij een steek op de kop en een veer. Twee veren, drie veren en een kunt volgens mij goed. Helje Durp van de Durper Kuus. Van de Buitenmars voor prins Roy de Eerste. Met de dansbrietjes, hè? Kom maar naar boven, kom maar naar boven. Ja, begin maar gans op het podium. En dan rond je erop even. Ja. En als de prins even naar boven is, dan mogen we de dansbrietjes met hem neer. Dan moeten we naar beneden, dansbrietjes. Dames en heren, applaus voor Gans Brietjes. Ja, ja.
prins, adjudant met een koffer die... Oh, dit ging wel. Ik kom allemaal goed, oké. We zien heel bereid. We zien wel goed voorbereid, Burgemeester. Ik ook. Geen zin ook goed voorbereid. Dank jullie lang, Burgemeester Bartfessers. De proclamatie huurde bij prins Roy de Eerste van de Durper Kuus. Prins Roy, de eerste, heeft geluk, want hij is prins in een jubeljaar. De Durper Kuus is 4x11 jaar jong, ongelogen woord. En geluidbaar dat die met deze prins middag viertje gaan bouwen. Zelfs eindelijk hier op zien kosten, want Roy, gij dit jaar trouwen. Dat duidt hij met zijn lieftallige vriendin Monique, die erg blij is met Roy en zijn lichaam van elastiek. Dat heet hij wel lichamelijke gebreken, maar nou het zien, scheen het ging voor Monique, maar ook bij het voetballen door zijn knieën. Als voetballer van het eerste van Durp zat hij eens in een jaar Down Under. Bij toekomst scoorde hij weer direct een eigen goal. Wat een blunder. Helaas heeft hij door een slecht knie het voetbal te vroeg moeten staken. Maar hij weet nu wel wie ze over hogere berg dan de Koeberg los geraken. Want dat is een van zijn hobby's geworden. Berg beklimmen, natuurlijk gezekerd. En als werknemer van Egon zal hij vast ontzettend goed zien verzekerd. En ding, één ding wat heel erg goed kent, wat hij heel erg goed kent, is lekker op muziek swingen. Maar geef hem geen sterke drank, want dan moest hem de hoes toebrengen. Hij ziet een doorzetter te zien op veel gebieden. Maar ondertussen verzint hij duizend en een smoezen om, maar niet te hoven gaan klussen. Verder hult hij van mountainbiken, fotografie en natuurlijk de vastenavond. En dat geeft hij door gezellig tegenaan met de bergen, van de bergen bies te laten oven. Hij is de prins, de wie snow van elke prinselijke minuut genoot. En hij zit daarom met trots, met al jonge kriebels in het bloed, kunnen we met deze vaste oven zeker goed. En zie je de weg? Ja, heel erg. Dat is te merken. Ja, dan is het nu heel moeilijk vervolgen. Zo is het. Goed veel bereik. Ja, ik heb ze nu opgeschreven. Beste prins, waarom is dit de beste prins die ze ooit een herlie gehad hebben? Nou, we hebben dit jaar twee hele goede prinsen in Durp. Eén die hebben we verhuurd aan Kapel. Alle gekheid om een stukje, waarom ben je een goede prins? We hebben in Durp al 56 jaar een superprins. En elke prins viert dat op zijn eigen manier en op zijn eigen wijze. Dus we hebben alleen maar goede prinsen gehad in Durp. Mooi. Was dat een geluid? Het ging. Het was niet zo snel. Maar met de tweede vraag kunnen we dat goed maken. Waarom? Zoals ze de sleutel deze dadelijk hoogst gekregen, nooit meer terug willen geven. Nou, dat vond ik ook even mijn adjudant mee. Als je op receptie ziet geweest in Durp, dan heb je kunnen zien dat ik al een Amsketting gekregen heb, de nee van Pela Maas. En als ik daar de sleutel kreeg van de gemeente Helje, dan wil ik tegen u niet meer teruggeven, want daar heb je dan toch niet meer nodig. Dit is gewoon de eerste van de Durper Kuus. Heet het van dit burgemeester? Heet het van dit. Dan krijg je natuurlijk zijn proclamaties. Proclamatie fijn. Alsjeblieft. Hangt ik boven de bed. En weg Brekenings. Dat moet je niet zien. Ik heb die lopen en zullen. We zien het wel.
Even kijken, we missen nou aan de buurt. Van Durp gaan we naar Echel. En dit keer weet zijn vrouw het wel. Prins Jacques de Eerste van de Kempazen wordt vraagd natuurlijk door de dansmuziekjes en door de joekspel van Mingelmoes samen met de Dosnegels. Kom maar boven. Zwaar op de kopzak. Het valt allemaal met. De vier mensen hebben de sleutel gekregen, dus het zal meteen al goed komen. Wees je geen laatste stuk nog? Nog een biertje. Burgemeester, hij is kans voor u. Voor gewaarschuwd buurten met Prins Jacques de Eerste van de Kempazen. Prins Jacques de Eerste van de Engelse Vastenoordsvereniging, de Kempazen. Is heel zeker de godse spreker van alle helische prinselijke bazen. Dat mogen gerust gezag weren, dat is zeker en niet misschien. Want anders zou hij door echtgenen van Kempen zien. Maar dit wijkende valt het volgende van Jacques toch wel een beetje tegen. Waarom heeft hij zijn prins weren voor zijn vrouw Rezi verzwegen? Dat bewijst eigenlijk één ding. Al herkent Jacques dat heel zeker niet. Niet onze prins, maar prinses Rezi het toest de boksij aan. Toch is zijn liefde voor zijn charmante en leuke vrouw echt ongekend. Wel raar dat deze doorluchtige hoogheid bijna elke zin met beste Henk begint. Ja, snap ze hem. De zoester bijna Gert van God denken, maar mensen, het kunt echt het woord. Ze huren bij jij wie de dieken en de dunne, oftewel Henk is die de beste kameraad. Omdat ze samen vuur overhoeren, is aan het duo en een bijnaam gegeven. Alleen is de vraag, wem geen als knabbel en wem als babbel door het leven. Jacques, vertel Duk. Bed verholen aan de rood. Maar die jongens zeggen dan boeien. Die denken dat hij op zo'n leeftijd als met een rollator mooi kan stoeien. Verder hult hij van voetbal en is het emis deze niet snel achterover zus leunen. Het is tijd vooral voor andere kloor en gaat regelmatig mensen helpen angers gezag beunen. Tot slot nog een afwijking van onze Jacques. Al hult hij het leven stil. Hij kent er maar dit tegen als anderen hebben wat hij hier hebben wil. Maar al met al is hij de bovenste beste baas. En door tot slot vuur spaast met een Kempenhaas. Nou, zo, dat is echt een begonnen, hè? Kom er twee voor. Jacques, waarom ben ik de beste prins van de deur? Waarom ben ik de beste prins? Ik zal het anders stellen. Waarom zit jij de beste burgemeester? Dat kan ik je vertellen, maar ik stel je de vragen. We hebben elk jaar een goede prins. Daarom zeggen ze bij ons ook elk jaar als de prins goed komt. Zo'n goeie hebben we dan weer gehad. Ja.
vastenavondscadeau dingsteen moeten de Nederburen van de gemeente Piel en Maas krijgen. Dat is weer dat jou. Dan zou ik zeggen, we hebben dit jaar één gebod en dan hebben we zondags hebben we de carnavalsmiddag en dan hoeven we alle prinsen van alle dorpen van Peel en Maas uitnodigen. Die mogen dan gratis doorheen door. Prima! En Zomerjoeks, één gebod en Zomerjoeks natuurlijk in mei volgens mij in Echel met de groeitheden van de Lubbersche Pastoralen te zien. Burgemeester, heeft de sleutel voor de internet? Ja, hij heeft de sleutel voor de internet, ik kreeg hem daar nou omgehangen. Okay. Prins Jacques van de Kempenhazen uit Echel. En muziek. Speciale zaak. Jacques, ja, wil je met een gesprek wel zoeken, maar je hebt er al drie weggegeven. Hè? Dus, ja, gaat er erin, nou, we zien meteen. Toen ze komen, of aangekomen bij Toestrond, bij Kapel, met zijn toch 6 in Kapel. En Prins Ramon de Eerste is van Kapel, de Kapel, de Juxkapel en de dansvriendjes van natuurlijk Prins Ramon de Eerste van de Kuusgoedkapel, nog u brengen. De Boetemars! Proclamatie buren de wij Prins Raymond de Eerste Kuusgoed Kapel. Er is niks aan te merken op Prins Raymond de Eerste van de Kuusgoed Kapel. Echt helemaal niks. Als een lijn dat hij in Durm woont. Dat is pas wel echt wat die kroon is hier. Dat is de gigantische overdurende van over de guren. Voor de rest alleen maar pluspunten. Zo zingt hij Geer voor een volle zaal. Veel mensen denken misschien van nee, maar hij zingt dan wel normaal. Deze Kapelse prins maakt het als fan van die groep nog gekker. Raymond is uniek in zijn soort, de enige echte heuvelhokerbekker. Heuvelheukerbekker, hè? Mij zingt hij met zijn prinses Wilma van de Graasveters erbij. Ze vormen dan een nieuw artiestenduo, zeg maar de Hellische Thij en Marij. Dat hij prins zou weren is iets wat zijn ooiers echt niet verbaasd deed. Al dronk hij als puber alleen maar sinaas, weer dan lustte heuren Raymond niet. Hij geniet van de vastenavond. Op zijn receptie vulde hij zich erg lekker. Dat was eigenlijk ook wel logisch, want al dat volk dat kwam voor de bekker. Raymond is sinds kort directeur van de bekkerij. Zijn ooiers zien nou futters. Die hebben nog wel energie voor 11, net als zijn vriendengroep de Flutters. Ze zijn echte vrienden, ja.
Verder speelt hij hier een kaartspel op zijn mobieleke, deze prins. Hij vindt de legjammerdessen op zonnig GSM niet voetelijk in. Verder gaat Raymond er stevig tegenaan en is niet kapot te krijgen. En soms dan kalt hij get te veel, terwijl hij beter hij kunnen zwiegen. Zo hij je net get beloofd. En dat heeft hij later echt wel geweten. Hij ging in het prinselijk pak koeien melken en prom werd hij omgezeten. Die koeienvlaai was wel iets wat een beetje bij zijn spreuk past. Mensen, haal alles uit de kast. Deze vaste lovend zijn wij vlaaiend enthousiast. Ja, en nou de vraag is nog. Succes. Dankjewel. Raymond, waarom denk je dat ik de beste prins ben van de dorp die ze ooit gehad hebben? Een dorp of een dorp? Ook een dorp. Nou, dat zal ik je even vertellen. Ik was op mijn eigen receptie, was zo normaal een beetje de toer gehaald, was ze vroeger allemaal goed is gevreten. En dan kreeg ze toch ook een vocht van eigenlijk kind, en dan kreeg ze alleen maar complimenten van. Nou, dan denk ik dat het goed uit als een angervereniging wel eens zit. Als ik kijk in het gastenboek, die complimenten kreeg van angerverenigingen en die huren allemaal. Nou, dan denk ik niet dat ik alleen de beste prins ben van Utrecht. Maar samen met ik allemaal doen we het gewoon hartstikke vind ik het geweldig. Raymond, de moet je slechts één wens doen voor die dorp. Welk is dat dan? Ik denk dat ik een grens kon verleggen, dan ben ik een vies. En dan zien we nu op de poort binnen, en dan zien we onze toren. En dan nemen we weer die lege winkels van met heiligen, en dan zien we die ook nog vol. Ik wil nog heel even snel. Of was, want daar kreeg ik het niet meer. Al mijn collega-prinsen en al de verenigingen en een fantastisch goede vaste lovend mensen. Prins Raymond I van de Kuus Oetkapel kreeg de sleutel van de burgemeester. En daar zingen we natuurlijk mee met Drink Niks. Dankjewel, we hebben Chris gehad, we hebben Roy gehad, we hebben Ramon gehad, we hebben Jacques gehad. We kregen nou het eerste prinselijk paar van de Graafmeter, zie je dat? Hey! Zie je de prins Peter de Tweede en prinses Wilma van de Graafmeter, dat is ook zo. De Butemas en ze komen op natuurlijk met de dansmarietjes. Dan maken we Doc 6 en Doc 11 van. Oké. Okay.
Prins Peter de Tweede en prinses Wilma tussen alle mannen. We zien burgemeester en een gedoe. De proclamatie huurde bij prins Peter de Tweede van de Graasveters. Prins Peter de Tweede van de Graasveters, echt Graashoog, uit Graashoog, kwam eigenlijk niet als verrassing uit de hoog. Want hij vertelde afgelopen manje bijna tegen elk Graashoogse mens: ik werd de nieuwe heerser van het grootste Graasvetersrijk, ik werd de nieuwe prins. Maar neem eens deem geluiden. Wies dat ze op de onthulling worden verrast. Onze Peter heeft dus niet gelogen, het is dus toch niet zo'n grote fantast. Wel sport hij veel, voetballen, darten en op de home trainer is hij in de kei. Een keukenprins is Peter niet. Het hult op bij koffie zetten en bakken van een ei. Alhoewel, of dit laatste lukt, kan hij niet eens met een hank op het hert beloven. Zo zorgde hij laatst voor een keuken vol rook met worstenbroodjes in de oven. Angers dan de angerprinsen wordt Peter terzijde gestoomd door een echte prinses. Hopelijk liefst hij met de vastelovensdag en met koken wel goed binnen les. Wilma is bij zij actief en verzorgt met Gert Angeren de gezinsmissen in de kerk. Wat wel vreemd liet, is dat ze geld verdient met pezen achter glaas. Dat is haar werk. Maar, voordat iedereen denkt, Wilma, dat geeft toch geen pas? Er is helemaal niks verkeerd aan. Ze werkt in een tuinderskas. Ook hij zit het vaste lovensbloed in de familie. En niet zo'n beetje. Want dochter Lisa grijpt vervrolijk met pap en mam met als tansmerietje. Voor Peter wordt de vaste loven de komende dag alleen nog maar beter. Hij heet om voor drie, spreekt voor vijf, het is een echte graas- en ezelvreter. En geluid maar dat ze hem de komende dag nog dukkuurs hopen. Het is toch bezopen dat geen ding dat ik alleen maar kan slopen. Hier de volgende burgemeester van allebei, voor de prins en voor de prinses of zeg je van? Nee, op de wilde zit om. Maar jij zou ik wel zingen met hem over. Ja, zo dan zeggen. Nou, Peter, één keer de microfoon, sterk. Soms wil ik toch wel niet kriegen, maar ja. Peter, waarom denk je dat Stichto de beste prinsbeste is in de dorp gehad hebben? Ja, je ziet hem zelf al storen. Ik was ook heel druk op de receptie, dus ze stonden tot aan de kerk, dus dat is dan nooit geweest. En dus dat bleek eigenlijk al, hè, dat ik de beste prins ben. En ze wilden me hebben als prins, want Zale Janzo is al zo oud en die moest gesloopt worden. Dus we doen alleen nog meer, dat was dan over aan het beginnen. Maar wat duidt zich dan het volgende jaar als hij op deze punt 11 prinsen mag zoon? Ik zal er een paar van afhalen. Maar ik heb er toch niks te zeggen, want ik sta in de zaal, dus daar heb ik niks meer te doen. Dus het is niet zo dat ze geen van, dan ga ik de zaal wat slopen. Ja, het is eigenlijk wel klein, dus we kunnen wel dan beginnen. Goed. De proclamatie. Alsjeblieft. Prins Peter de Tweede geeft ook de macht en de sleutel natuurlijk ook de bedaling van prinses Wilma. En drinken niks zien. Van de zon te zien.
burgemeester. Je hebt er nog maar einde over, hè? Einde, ja. Ik ben toch bang dat weer gedicht. Jongens, zomaar een sleutel komt te zitten. Maar niks ervan, u ligt al even schoon. De putemars van prins Tan de Eerste van de Berische Kuus. Vraag ik gewoon natuurlijk op een charmante Dat Marietjes. Proclamatie bij prins Twan de Eerste van de Berikse Kuus. Prins Twan de Eerste is heerser van het schone Berikse Kuusrijk deze keer. Het was nooit de vraag of Twan prins zou worden, maar wel wanneer. Hij heeft, naar het schijnt, 20 jaar op de prinselijke steek moeten wachten. Pas als Twan 4x11 jaar is, was bij de Berikse Kuus de gedachte. Want vastelovend is hem met de paplepel ingegoten. En zeker niet misschien, echt, in gans Bergen ziet er geen vastelovenschekkere familie te zien. Hij is prins, zijn kinger dansen bij Daxion, zijn vrouw. Maakt dat de hoed, dat vast erover. Zijn vrouw speelt bij een Joekskapel. Beter als Angersum, dat hij in het ruksje op de bühne staat, dat snap je wel. Het muzikale talent van deze nieuwe heerser van Beringen is zeker niet mis. Twan is emis die heel actief met zingen en muziek maken bezig is. Bij die lustige harmonica-freunde is er het raars met deze mens. Twee dames op de trekzak en wij moeten blozen, inderdaad onze prins. Verder speelt hij in de Tiewekapel, Docurette en zingt hij bij Max Laan. En straks, in de eerste Berikse revue, mag hij er ook flink tegenaan. Hij wordt de motor genoemd van de Rood van Elf. En in de einde die er altijd staat. Hopelijk lukt deze prins op diesel. Die dit vastenovend niet klokken geeft. Want dat was de reden dat op de megaparty de tap te vroeg dicht moest. En dat zelfs Twan, volledig tegen zijn principes, te vroeg de hoestoe kost. Met zonne, onverwachte tegenvaller, was in Beringen natuurlijk nevens blij. Twan zag, ik heb nooit geweten dat de Beringse Kuus zonne strenge vorst hei. Tot slot stijgt Twan als mens en als prins stevig in zijn schoen. Of om in zijn woord te spreken, niet denken, maar doen! Ja, wat kan er wisselen hier, hè? Ik zie het hier vragen. Beste Twan, waarom dat ding sticht, dat sticht van die dorp door de beste prins bist? Oh, heel makkelijk. Dat ben ik niet. In 1963 hebben we prins Schraer de Eerste. Dat was de beste prins toen. Dat is ooit heen gehad. Vanaf dat moment heeft iedere prins hem alleen maar geëvenaard. En ik weet zeker dat ik samen met jeugdprins Bart en jeugdprinses Marijn dat zeker gewoon evenaren dit jaar. Door het niet te denken, maar te doen. Laatste vraag. Welk vastelovend sleetje is het meeste op dicht van toepassing? En laat dat eens huren.
Dat is heel makkelijk. Hup, door gewoon ze weer. Van de Maxlaan. Is dat muziek, hè? Ja. A cappella? Nou. Dan moest ze toch eens kieken. Ik was niet, dat stinkt dat kost. Dan zit een beetje woer in mijn kaas van de. Dan moest ze toch eens kieken. Ze voelt zo met je zee. Dan zag de box. Finaal vanaf bij twee. Nou moest ze toch eens kieken. Voor schiet, dat stinkt dat kost. Dan zit een beetje woer in mijn kaas van de. Nou moest ze toch eens kieken, ze moet zo met je zien. Dan zag ik de box, finaal van op bij twee. Prins van de Nederlandse Beringen, van de Beringse Kruis, kiest natuurlijk ook de proclamatie. Kunnen nog alles rustig toeslezen, toesnorlezen. En de sleutel, en natuurlijk Oet Beringen was erop, gezongen misschien nog helder als net. Drink er niks! Ja, burgemeester, ik heb ze alle zes afgegeven. Helaas, ik ben ze allemaal kwijt, dus nu ben ik ambteloos burger geworden. Dan moet ik eigenlijk het gezamenlijk sturen, nou niet? De rest ben ik, ik heb de mag afgegeven, dus ik kom er stiekem de zaal in. Ja, stiekem gebeurt het niet, we worden natuurlijk met een fijn muziekje van de buurt af. En dan de gemeentesecretaris en wethouder en de vrouw van de burgemeester, even zeker bestaan. Want we komen in Soelemars, laten we sluiten we dit officiële gedeelte af, zometeen nog optredens van Thea Marijn. Brad maar goed, kom op nog mee even. Merk, drink er niks, moet anders zingen, huur ik achter mijn zon. Weer de mond in kan houden. Geen kunnen aan de beurt, ja. En, maar eerst, ik ben even dat de CD klaar zit voor burgemeester. Even een applaus voor de burgemeester. En voor de wethouder aan de municipalaris. En voor alle prinsen van de gemeente Helje voor de laatste officiële machtsoverdracht van de gemeente Helje. Want volgend jaar bestaan we niet meer. Maestro, muziek! Wat mag
alsjeblieft een slow, want ze hebben een leuke afstoel op de rug. Dames en heren, nog een geweldige applaus voor trainingsopieren die dit vast is om een fantastische bericht te hebben. Je mocht nog uw raar, hoor, of ze net zo maken kunnen of niet. Ja? Statief gesmet. En natuurlijk ook een applaus voor de combinatie van Mingelmoes en van de Noorspeler voor de Butenmassen en Nummer. Ja, ja. Ja, ja. Zo meteen komen we nog tegen Marij, maar eerst attentie nog voor de zes prinsen. Ja, het wordt eindig. Als de wolken door boven wegen
officiële gedeelte zometeen nog meer muziek. Het eindig is, nou moet de putemars in de zat leren. De putemars voor Drinken Niks en voor de prinsen. En die komen zo meteen af. Er waren al prima artiesten. Tekenen ze via je nieuwskapelle. En zo meteen komen de Brammer, Groet, Venlo, Groet, Venlo. Allereerst de buur dat natuurlijk gemerkt werd op de voet voor de voetzitting in de zoetkoelstroom in Venlo. Ze komen heel graag heen naar Helje toe. Een applaus, Eagles dat in de aandacht zien. Ja, dan komen ze op vorige keer. Lood ze door. Dan komen ze buur aan. Marijn is met een hutje en Tijn op de achteraan. Een applaus voor Tijn en Marijn! Ik zeg toch kapel, want we zien het tenslotte. Ontzettend fijn om hier vanmiddag in de machtsoverdracht te zien. Vestjes is aan de kant gezet. De prinsen en prinsessen zien er ook. Eindje. Eindje. Het is trouwens van de ganse gemeente Helje. Die hebben in ieder geval de macht de komende dagen. En dat betekent dat die volop bezig zijn met vastgeloven. En door mogen we zingen. Dat is vastgelopen. Ik
meer al duizend niet. Hij zit maar dicht en dicht. Dat doet dat heel lang. Pietje, pietje niet. Daar gaan ik in de hemelse spieren. En het leuke is in fantasie. We stijgen allemaal. Ik voel me in de wolken met wie zullen we dat verhoog. De harpen zoenen met Sino en ik. Van hoes van mij al niet. Boempa, als zo gesticht geraas. En ik de boom. Wat zullen we in het samen stoom. En zonder vriend, wat een plezier begint. Ik vond hem in zijn heuvel wat ik weer hoor. Als zo'n geschikte was, en ik de boom. Daar waren ze net gerust, dan mocht ik ook weer door. En wat een zonde in de schus, vuur en bier van onze vies. In de ogen met de lucht, de bloem van God. Wie een baas, wie een rust, wie een weer een zal.
Ik kan het doen. Ik wil het niet doen.